Oh! Wat is er gebeurd? Oh, heb je narcoberries gegeten? Ja! Als je Kevin? er te veel van eet, dan ja, ik neem je wel eventjes mee. Hey! Kom Waar maar. ga je? Wat neem je mee? Oh man, dit is Ik echt. breng Ja. je in veiligheid. Hey kijkers, van dus David Games. Het is zover. David gaat Ark spelen. Ik ga jullie even kort proberen uit te leggen eerst waarom ik dit nu pas speel. Het zit een beetje zo. Ik krijg nog wel eens kritiek dat ik meega op bepaalde hypes van een Fortnite tot aan een Minecraft zelfs, moet je je voorstellen. Dat is ook de reden dat ik Ark Ragnarok overgeslagen heb. Ik heb dat niet gedaan, want ik had geen zin om op Griffins te moeten tabben samen met andere YouTubers. Ik denk van nee, dan klinkt het weer. Oh, David springt op de hype omdat hij de views ziet. Ik heb gewoon gewacht op een nieuwe DLC. Dat is deze dus, Aberration, die gaan we spelen. Met we bedoel ik, met Kevin. Hallo Kevin! Hallo daar. Die zit ook alvast mee te luisteren. En natuurlijk gaan we eerst het character maken. Ik zal eerlijk toegeven, ik heb het spelletje nog niet zo heel veel gespeeld. Dus aan het begin zal ik nog niet al te goed zijn. Moeten jullie even doorheen bijten, willen jullie hele goede mensen zien in Ark, dan raad ik jullie Royalistic aan. En Linktijger natuurlijk. Nou, maar mocht je het vanaf het begin willen meemaken met mij, let's go! We beginnen met de skin color. En oh, er gebeurt niet zo heel veel op zich. Oh jawel, ja, ik ben helemaal wit. En nou gaat het leuk worden. Want ik heb zin om een heel raar iemand te maken. Oké. Oh, Ja, Kevin. ik doe realistisch. Ik niet. Ja, oké. Nou, mijn hoofd is klaar, Kevin. Ik zie er echt fucking vet uit. Al. Geloof je mij Ja, of niet? ik geloof jou direct. Kevin, mijn poppetje is klaar. Jij bent niet te missen zo meteen, of wel? Nee, ik doe mezelf. Even kijken, als je deze dude tegen zou komen. Editor, zoom maar even in op zijn gezicht. Wat zou die voor geluid maken? Wat denk je zelf, Kevin? Ik denk een... Zoiets. Dus we doen. Oké, zo heet ik. Create new survivor. We gaan Kevin even opzoeken op de server. Dus tot zo. Wacht even, ben ik nou groter dan jou of niet? Nee, we zijn allebei Nou, van die beasts. misschien niet. Misschien Ik niet heb een zoveel. heel realistisch. Maar we gaan vandaag ons Aberration avontuur beginnen. En we moeten dus eigenlijk eten en wa eerst water vinden, toch? Ja. Wat deed jij Kijk, nou? ik was even aan het kijken hoe je eruit ziet. Kom op, water. Want we beginnen steeds binnen te krijgen. We hebben nog een paar minuten ervoor. Dus waar gaan we water halen? Ja, ik denk hier beneden, daar zie je paddenstoeltjes staan. Ik weet niet of het gras is of dat ze in het water staan, maar ik ben aan het kreunen als een gek gewoon. Aan het kreunen, nu al. Ja, ik hoor mijn karakter helemaal. Ik denk dat het eerste is dat we moeten gewoon water hebben. Ik Ja. snap ook niet waarom we op een metalen plaat op een of andere grasvallei terecht zijn gekomen. Maar je hebt besjes. You're dehydrated. Nee, Ja, ik heb Kevin. precies. Ik heb het ook. We moeten echt heel snel water vinden. Maar ik dacht altijd dat als je besjes at, dat er ook gewoon vocht in zat. Dat dat wel goed kwam, zeg maar. Nee. Ik heb wel een raptor gevonden, maar die ga ik toch even ontlopen, denk ik. Ja, die moet je niet doen. We hebben hier andere paddenstoelen rooien. Oh nee, de raptor heeft mij gevonden! Oh-oh. Ben je dood? Ik ben een beetje gekild. Waar is in godsnaam. Oh, wacht. Misschien is hier water. Kevin, misschien dat ik het einde gevonden heb. Ik zit in een soort van nieuwe ruimte. Zou hier water zijn? Ik hoop het zo, want dat zou betekenen dat we gewoon een plek hebben. Maar ik weet niet eens hoe je water moet drinken, hè? Nog. Zeg maar. Ja, als je onder water gaat, kopje onder, dan gaat je waterpeil weer omhoog. En volgens mij Ja. kan je ook op E drukken als je in het water staat. Dan doe je met je hand zo. Kevin, ik heb water gevonden. Er is alleen wel een probleem met het water, kan ik je vertellen. Ik Er denk leeft iets in. dat er iets in zwemt. Zal ik het proberen gewoon aan de rand van het water? Ja, probeer eens Oké. op E te klikken erbij. Ja, ik Volgens ga. mij Ik drink ben. je dan. Uh-oh. Oké. Op E. Ja, ik ben vol met water. Kevin, ik heb water gevonden. Oh, god damn it, ik Dan moet daar ook zien te komen. wil ik je uit. Oké, ik ben eruit. Er zwemt iets in het water, man. En die kwam achter me aan, volgens mij. Nee, water gevonden. Dus ik ben Gucci. Kom jij ook? Ik ben onderweg. Ik ga nu bezig met wood. Gewoon tegen een boom aan slaan, toch? Ja, en als het goed is, als je genoeg hout en steen hebt, dan kun je de pickaxe maken en vanuit daar is het allemaal gewoon Mijn god, goed. dat beest dat freakt me helemaal uit. Ik weet niet waar ik zit, maar ik zit voorbij op een stukje waar ik ook niet zo makkelijk mee uitkom. Oké. Oh, wat is dit?
Wat krijg je? Ik ben vermoord door een Ravager. Wat? Waarom ga jij steeds zo vaak dood? Ik dacht dat ik hier de noob was. Ja, ik dacht dat ook. Het houdt niet op, niet vanzelf. Ik heb gewoon niks, hè. Ik loop hier in mijn onderbroek, dehydrated. Ja. Hé, maar Kevin. God. Ja? Ik heb een pickaxe. Ik heb te veel spullen bij me. Oh, je hebt te veel stenen nu waarschijnlijk. Ik denk het. Maar die kan je droppen. Hoe doen we dat? Als je op de i klikt, dan kun jij zeg maar een recht muisknop doen op de stenen. En dan kun je op drop klikken. Kan je ook selecteren hoeveel je er wilt droppen. Ja. Dat beest, goed is wel. Ik word er helemaal gek van. Ik moet hier even weg eerst. Allereerst. Zo, laat me er langs. Oh my god. Deze game is vet mooi, man. Ik moet alleen de details even wat naar beneden zetten. Want het is, dit is een stuk beter qua graphics. Holy shit. Sorry jongens voor alles de afgelopen tijd. Kevin, ja, ik zit hier bij een soort ruïne. En het werkt hier allemaal prima. Alleen je moet ergens naar beneden springen. In het water. Veel meer kan ik niet zeggen, want ik snap het zelf ook nog niet helemaal. Ik zie wel het zonlicht, dat scheelt. Ik heb vuur gemaakt, Kevin. Ben jij nou trots op mij? Ik ben super trots. Heb jij er gewoon een fakkeltje gemaakt? Ja, maar hoe kom je aan engrams? Want dan kan ik speren maken, heb ik gezien. Ja, dat kun jij doen als jij op i klikt. Oh. Dan kun jij naar... bovenaan heb je je rugtasje. En daarnaast zie je drie van die soort van hive dingetjes. Huh? Als je daarop klikt... Oh, ik zie het! En... Bij I kun je dus je health of je stamina of wat je maar wil omhoog gooien. Voor mij heb ik de speer geunlocked. Alleen heb ik fiber voor nodig. Mijn god. Dus... Oh, ik zie water. Ja? Oh, wacht even. Voordat je springt, wat zie je allemaal? Ik zie een soort van ruïne boven het water. En links een stukje... Ik zie je lopen, geloof ik, beneden. Hallo, ik sta er met de pickaxe. Kom maar naar beneden. Ik zal wel in het water springen. Ja, dat wordt... Vanaf waar kom je? Kijk ik nu naar jou? Volgens mij wel, ja. Nou, kom eens naar beneden dan. Ja, ik moet natuurlijk niet op land springen. Dat wordt ook nog een dingetje. Dus ik ga in het water springen. En dan hoop ik gewoon dat er geen haaien of shit naar me toe komt. Ik ben heel benieuwd waar je bent, want ik zie jou niet. Ja, ik zie je. Je loopt daar bij zo'n soort van ruïne, hè? Bij een soort van stalen... Ja, dit. Ik ga er nou bovenop staan, zo. Oké, ik ga naar beneden springen en dan zien we het wel. Ik ben heel benieuwd! Oh, er zwemt daar iets beneden. Ja. Oh shit. Kevin? Ja, ik ben in het water. Oké. En kom je nog naar mij toe of niet? Ja, ik ben aan het zwemmen. Ik kom naar land. Ik hoop gewoon dat er geen beestjes achter me aankomen. Die... Ja, ik zie je. Daar kom ik. Oh, daar ben je! Wacht, daar kom ik. Oh ja, zwemmen, Kevin! Zwemmen! Nee, er zit niks aan. Er komt niks achter je aan. Oh. Kan ik poep naar jou gooien? Kijk. Wat? Gadverdamme, Kevin. Oh ja, Thatch. Heel veel zelfs. Oké, 28, holy damn. Maar ik moet eigenlijk hout hebben. Heb je nog hout? Hoe kom ik eraan? Ik heb nog helemaal niks. Ik heb net wat Thatch te pakken, maar... Je arm geeft licht. Ik denk, ik zeg het even. Ja, man. Craft one. Ja, ik ga een bijltje maken, Kevin. Ik vind het een leuke game. Ik wil stenen. Oh shit, mijn voet raakt op. Hoe kunnen we dat maken? Ja, bestjes kun je eten. Dat geeft een heel klein beetje. Maar uiteindelijk zullen we dus dino's moeten killen. Ja, mijn voet gaat langzaam omhoog weer, volgens mij. Ik vind alles dat op kade wat ik had. Oh! Wat is er gebeurd? Oh, heb je narcoberries gegeten? Ja! Kevin? Als je er te veel van eet, dan... ik neem je wel eventjes mee. Hé! Hey! Kom maar. Waar neem je mee? Oh man, dit is echt... Ik breng je in veiligheid. Je ligt hier veilig. Ik ga heel eventjes wat hout verzamelen. Ik lig hier veilig. Ik hoor het water gewoon bij me. Straks komt er zo'n dikke krokodil uit, gek. Nee, joh. Nou, tot zometeen als ik weer wakker ben dan, jongens. Narcoberries, die moet je dus nooit eten, dus. Daar komt het op neer. Hé! Hey. Nee, waar we die voor gaan gebruiken uiteindelijk, is om dino's unconscious te maken, zodat we ze kunnen temmen. Want die kun je alleen temmen als ze dus slapen. Waar ben je heen gegaan trouwens, maat? Oh, ik ben hier, Thea. Oh, hi, wat heb jij? Een pickaxe. Ik heb dus voor alle duidelijkheid een pickaxe. Ik heb een fakkel. Je let niet eens op. Nice. Ja, maar ik zie het. En een pickaxe en een bijl. En nou wil ik eigenlijk dus even hout gaan hakken.
Zodat ik, want met een bijl kreeg je sneller hout, toch of niet? Ja. Klinkt logisch. Oh. Wood, oké. En dan kunnen we volgens mij namelijk nu beginnen met mijn speer. Ja. Craft one. Ja, ja. En daarmee kunnen we volgens mij makkelijker de dodo's killen zometeen, toch? En... Ta-da-da-da! Ho! 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 Oké, we gaan dodo's zoeken. Waar zijn die beesten eigenlijk? Ja, dat vraag ik me ook af. Alleen raptors en dino's en... Ik denk kunnen dat we wij met z'n, tweeën, een lage level raptor aan, of niet? Nee. Wat is dat? Dat is een diplodocus. Volgens mij zie ik een dodo. Waar? Daar. Oh, achter Kevin aan. Ja, ik kom al met je mee. Je ziet vanaf hier een dodo? Hoe kun je die vanaf hier zien? Ja, ik heb supersonische ogen. Hoor je hem? Meneer, u bent... Welk level? Level 20. Gaat hij ons aanvallen? Nee, deze rent alleen. Oeh, waar gaat hij heen? Waar is hij? Oh, hij is de rots ingeglitcht, maar ik kan hem pakken. Waar is... Oh, je hebt hem. Ja, ik heb hem. Kom. Is hij al dood? We leggen hem even hier neer. Hij is dood, ja. Moet ik hem nog eens slaan? Als we nu met een... Nee. Oh. Nee, als we nu met een hakbel erop slaan, dan krijgen we vlees. Dus met... Oké, met deze. Ja. Ik krijg, en huiden. Ik krijg hide en... Oh, ik heb 8 raw meat. Kampvuur. Ja. Maar niet hier. Dit is... Nee. Bij het water. We gaan terug naar onze eigen plek. Het is wel een super plekje wat we hier hebben. Kijk, hier gaan we kampvuur maken. Heb jij daar genoeg spullen voor of moet ik het doen? Ik heb niet genoeg stenen voor, denk ik. Waarom krijg ik daar flint van? Nee. Metal? Wat? Oh. Ik moet steen hakken, niet metaal. Nog een beetje stone, kom op. Nee, dat is flint. Volgens mij mijn pickaxe is kapot. Kevin? Ja? Er zit hier nog een dinosaurus. Een heel kleintje. Oh, wat een schatje. Een schatje. Wat is het? Een listerosaurus. Maar gaat die jou aanvallen als je hem aanvalt? Nee, deze rennen ook volgens mij. Het is wel zielig toch, als we die gaan vermoorden. Ja, dat hebben we niet nodig. Oké. En dan moet jij me vertellen hoe ik eten moet koken, want dat weet ik natuurlijk niet. Oh, ja. We moeten er hout in stoppen, het vlees, en dan moeten we light fire doen. Oké. Okay. Maar even kijken of ik nog hout heb. Maar dan moet je in inventory. Ik heb nog 11 hout. Die sleep je gewoon in de inventory Ik zie niet eens hoe fireplace. Hoe ziet hout eruit hier? Oh, fungal wood. Ja, een soort van worm. fixed. Oké, okay, en dan? En dan sleep je je vlees er ook in. Oh, ja. Oh, jimmig. Oh, we moeten nog even een clan worden. Want dan krijgen we ook gezamenlijk experience. Als ik bijvoorbeeld een bestje hak, dan krijg jij ook punten. Dat is echt stom dat ik dat nu pas... Ja, een beetje. Wat, maar mijn eten begint op te raken. Hoe kan ik het eten eruit halen? Is dat gewoon... Oh, de cooked meat. Ja. Ja. Die leggen we in 5. Dit is gewoon ons kampvuur geworden. En vanaf hier gaan wij steeds grotere dinosauriërs pakken. Maar we moeten natuurlijk ook nog betere wapens hebben. We moeten kleding aan. Want ik vind het wel leuk, die onderbroek van jou. Maar het is aan de andere kant ook wel een beetje raar wat we hier doen. Ja, 2 mannen in een onderbroek die dodo's killen. Het is niet echt met fakkels. Oh, en in één keer begint de muziek te luisteren, want blijkbaar heb ik een level up. Dames en heren, dit was de allereerste aflevering. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Nogmaals, ja, we zijn een beetje Kevin weet het al ietsje beter. Maar voor mij is het allemaal nieuw en ik moet zeggen, ik vind het leuk. Ik denk dat ik het even door ga spelen. Zijn er bepaalde aanpassingen, een webcam op een andere plek of whatever? Laat het gerust eventjes weten en dan wil ik jullie bij deze heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet de like niet eventjes en te abonneren op DDG.